We gaan weer beginnen. Ja. Goed, Wim. Nou, kunnen we weer verder. Goed, even terug naar, denk naar het, de les, hè. Ja, ik had een stoel gepikt. Oh ja. Dat is haar stoel. Goed, kunnen we weer, denk, naar het, kunnen we weer verder? Ik mocht net uitdenken, naar aanleiding van dat mooie, denk, dat gebouwtje van Herzog & de Baron, het even hebben over, denk, dat een kooi van Faraday. Ik denk ooit wel een keer, denk, op de middelbare school voorbij komen, neem ik aan. En ja, ik moet zeggen dat dat blijkt nu weer. Ik denk, ik heb echt net grote problemen met online verbindingen hier. Dat, denk, we hebben het een keer over gehad, de beton, denk, vooral denk, beton skeletbouw. Die werkt hier ook een beetje als de kooi van Faraday. Oftewel, ik denk dat daar wordt waarschijnlijk het signaal denk, nogal behoorlijk geteisterd. Maar mocht je uitdenken dat, en dat kan leuk zijn, dat je denkt, nou, ik wil het toch nog eens een keer weer terugzien. Ik denk, ik zet deze, want ik ben bezig met een opname te maken van de les. Dan moet ik even kijken of alles goed functioneert. Hè. Ja, dat functioneert. Dus mocht je het nog leuk vinden, denk ik, ach, ik vind het nog leuk om eens even een stukje te kijken. Ik zet deze van de week net op, vanavond staat hij op het internet. Op de website, dan kun je uiteindelijk net zeggen, maar eigenlijk bedoeld voor de mensen die online nu uiteindelijk verder niet meer kunnen kijken, omdat de kooi van Faraday hier uiteindelijk schijnbaar uiteindelijk de beperking is. Maar dan kun je uiteindelijk tot volgende week, net kun je, maandag kun je deze les nog kijken op mijn website, die staat onderaan. Af en toe doe ik dat uit noodzaken, want sommige uiteindelijk uitzendingen lopen niet helemaal soepel. Uiteindelijk geluidsproblemen, beeldproblemen, uiteindelijk allerlei problemen. Ik zou zeggen, daarmee kunnen we Herzog & de Baron wel een beetje navoelen. Wat betreft problemen. Wat betreft datgene wat allemaal op je bordje komt. Hè? Wat je allemaal wat je te verstouwen krijgt. Of van al die mensen die het allemaal beter weten en die zeggen, nou ja, zou je dat wel doen? En, ja, en dat maakt ze ook wel bijzonder. Hè? Ik bedoel, het gebouw is bijzonder, maar dat je volhoudt en dat je doorgaat en dat je tot het moment dat je denkt, van, ja, ik ga naar dit bureau gaat naar de Filistijnen. Als ik nog. Nee, ze hebben doorgezet en dan zou je zeggen, dan heb je ook wat. En dat blijkt door deze les ook. De naam Hamburg zou niet makkelijk zijn gevallen, waar het niet dat dat gebouw daar staat. En Hamburg heeft niet eerder zoveel mensen over de vloer gehad, als door dat gebouw er staat. Dus het heeft de stad zeker geen windeieren gelegd. Het heeft zeker zijn profijtelijke kanten. Maar goed, eerst even naar over dus het gebouw. Mooi vind ik die kano's daar. Dat is ook wel grappig. Je kunt nu kano-tochten maken. Met als doel de boot. Nou, even naar waar die ligt. Dit is hem dus. Hè. Je raakt intussen wel een beetje thuis. In Hamburg. Hè. Dus dit is eigenlijk dat Grasbrook. In zijn totaliteit. En dan is dat is net voortdurend. Ja, als we het doorgraven met kunstmatige havenuitbreiding. Kijk, dit was ooit de plek waar schepen aanmeerden vanuit zee. Hier ook nog wel, maar dit is de uitbreiding. Er ligt een mooie analogie met Rotterdam, ook havenstad. Hamburg, Rotterdam, concurrerend zijn ze ook wel een beetje. Maar goed, ook wel meteen nu zichtbaar hoe boegbeeldachtig dat gebouw geworden is. Hè, voor dat hele terrein, voor die hele plek. En dat is dit echt de... En ook leuk, je kunt het tot een logootje laten worden. Want als je nu een paar van die golfjes tekent, ik denk dat 10 tegen, en je zet er nog Hamburg onder, weet iedereen welk gebouw dat is. Nee, dan weet iedereen, dat is de Eiffeltoren. Dus dat effect,
Dat is wel het denken hier ook beoogd. Hè? Het denken ook een beeldbepalende architectuur. En dat blijkt ook wel. Het ziet er wel een beetje grappig uit. Hè? Het denken, het is alsof er iets geland is. Of iemand het denken iets neergezet heeft. Het denken iets bovenop. En dat komt voor een deel door het denken de scheidslijn tussen oud en nieuw niet te verdoezelen. Maar de scheidslijn tussen oud en nieuw nog net een beetje aan te zetten. En dan doen ze in een zekere zin, dat keert dus terug. Hè? Je kunt dus bij Herzog en de Meuron kun je... Ja, iets aanwijzen van, ik denk dat, niet bij alle gebouwen, maar er komen dingen terug die we al eerder hebben. En dat Caixa Forum in Madrid lijkt in die zin wel, ik denk dat, in een zekere zin voorbeeld. Want dat hebben we ook gezien, dat hing als het ware een beetje boven de bodem. Dat gebouw daar in Madrid, daar kon je helemaal onderdoor lopen. Dus dat zweefde een beetje, ondanks het feit dat een enorme massa. En hier geldt ook een beetje, je ziet wel, ik denk hier loopt een nadrukkelijke lijn. Die iets vertelt over denken, zeg maar, het verschil tussen het een en het ander. Maar ook wel bijdraagt aan het ongeloof. Hè? Dat je dan denkt, kijk, wauw. Ding is 26 verdiepingen hoog. Dat is best wel, dat is best wel veel. Daarvan zitten de 6 beneden en de rest, de 20 daarboven. En dan bedoel ik dus beneden-boven die scheidslijn. We gaan even wat dichterbij komen, heb je hem? Prachtig nu ook, de golfjes van het water die terugkeren in de golfjes van het gebouw. Dat is mooie refererende architectuur. En dan zie je ook, dit was dus die oude Kaiserspeicher, dit. En dat is op, het gebouw geplaatst, wat we nu het gebouw noemen. Tenminste, het meest betekenisvol, het meest beeldbepalend, is dus vooral dit deel. Helemaal van glas. Helemaal van glas. En beneden, zou je zeggen, net van baksteen. Dus iets van, die tegenspraak, tegenstelling, die komt wel, voorbij. Nou, dit zijn opnames, maar ja, ik had hem nu, vooruit, hè. Dit is nog net voor de voltooiing, je weet, dus naar 2016, 2017 eigenlijk, hè. Dan, is dit ook meteen de entree? Ja, dit is meteen, dit is de entree. Ja, en dat verbaast een beetje. Want je zou denk bij een gebouw als dit, met die vorm, met die bijzondere gedaante. Dan natuurlijk dat merendeel van de mensen komt dat niet te voet, maar het merendeel van de mensen komt met de auto. Ja, dat is toch bij heel veel van die gebouwen net iets wat je meeneemt. Een bekende strategie is gewoon de auto meteen wegmoffelen onder de grond. Dus een parkeergarage onder het gebouw. Maar dat is hier niet. Dit is een gebouw met een parkeergarage boven het maaiveld. Eigenlijk is alles wat we nu aanwijzen, dit, hè, niet alles, maar het merendeel bepaald door het parkeergarage. Dus de hele onderbouw, die Kaiserspeicher zelf, hè, dat gebouw waar we tegenaan kijken, de oudbouw. Dus eigenlijk, grotendeels, niet helemaal, maar grotendeels is dat het parkeergarage. 550 auto's kunnen geloof ik terecht. Dus groen is, ik zei al relativerend, niet helemaal, maar groen is parkeergarage. Dus dan rij je in plaats van naar beneden, wat de verwachting is, rij je naar boven. En dat gebeurt natuurlijk ook via de bekende hellingbanen. Dus daar is net niks bijzonders. Behalve, misschien dat, dat wat eigenlijk onwelgevallig is voor de beleving van concerten, de hoge cultuur, in dit geval, visueel toch, de helft bijna, hè, en als je zo kijkt, bijna de helft bepaalt van, het beeld van het gebouw. Ze waren al bekend met dat parkeergarages bouwen. En dit is eigenlijk in 2010. Iets wat een beetje tussendoor kon fietsen. Ze zijn al bezig in Hamburg. Ze zijn al bezig met die Elbe Philharmonie. Die staat al een beetje op de rol. Op de rails kun je nog niet zeggen, maar wel op de rol. Hè? En dan bouwen ze in Miami Beach bouwen ze deze parkeergarage. Ja, en dan kijk je een beetje nu Jaap, je kijkt een beetje van, vooruit, een parkeergarage. Wel een spannende, hè? Maar ik denk misschien goed om te weten, in deze parkeergarage zijn verschillende ondernemingen gevestigd. Daar zitten winkels, daar zit in ieder geval zeker ook een kapper. Dat is toch wel leuk, hè? Dan rij je de parkeergarage, dan hoef je niet nog weer de parkeergarage uit, om even bij de kapper binnen te lopen en daar je haren te laten knippen. Dan kun je weer wegrijden. Daar worden ook feesten georganiseerd. Bij tijden wordt dus een parkeervloer, wordt ook verhuurd. Dus wel in die zin een multifunctional, die iets vertelt over parkeergarage. Niet als, want daar zouden we met z'n allen even over na kunnen denken. Dat je denkt, hoeveel ruimte neemt zo'n parkeergarage wel niet in? Hè? Hoeveel vierkante meter? En hoe enkelvoudig is het gebruik? Staan helemaal auto's en wat doen die auto's de hele tijd? Tenminste, dat is een beetje meester. Die staan de hele tijd gewoon stil in die parkeergarage. Maar jij daarentegen bent niet bij je auto. Dus absoluut onzinnige ruimte zou je denken. Waarom niet?
zo'n gebouw weer activeren door de dingen meer in onder te brengen als dus een omgekeerde strategie. Aan de buitenkant oogt het als een parkeergarage, maar binnen daarentegen is het wel heel veel meer dan alleen maar een parkeergarage. Dus dat is uitdenk zeg maar de omkering. Nou goed, even uitdenk parkeergarage. Ik dacht, ach, leuk om te weten dat hier ook uitdenk de parkeergarage uitdenk een belangrijk deel is van het gebouw. Ja, waar je nu gaat kijken is uitdenk net een multifunctional. Want uitdenken wordt altijd net, er wordt altijd uitdenk net, in die zin gesproken over alleen het verhaal van het concert, hè. Maar je kunt ook wonen in de Philharmonie. Je kunt ook wonen in de Philharmonie, dat is wel leuk, hè. Er zijn 45 gelukkig. Je zou bijna denken aan een soort lotto, hè? Nou, vergeet het maar. Ik denk, de lotto wordt bepaald door de portemonnee natuurlijk. Maar ik denk dat er zijn 45 gelukkigen die uiteindelijk wisten zichzelf uiteindelijk een appartement in de Elbe-Philharmonie. Daar worden ze ook in gewoond. Dat betekent ook dat in die zin de toegankelijkheid tot het gebouw uiteindelijk niet alleen beperkt is voor uiteindelijk dat de concertganger. Er moeten ook mensen naar binnen die uiteindelijk hier gewoon verblijven. Die hebben natuurlijk nou ook in die parkeergarage weer uiteindelijk een plek nodig voor hun auto. Dat is allemaal uiteindelijk. Dus het is meer dan alleen maar een concertgebouw. En natuurlijk heel belangrijk, dat wat hier paars is, is uiteindelijk hotel. Hotel. Je kunt dus ook uitdenken, zeg maar, permanent verblijven in die Elbe-Philharmonie, maar je kunt ook naar een kamer huren. In die Elbe, ook daar geldt weer, het is geen Ibis, laat ik het zo zeggen. Nee, ik denk, nee, dat is het niet, hè. Dat is een mij vertrouwde, keten, maar nee, ik denk dat 250 kamers. Dus wel een heel groot hotel, heel ambitieus ook, hè. Als je denkt aan dit soort ondernemingen, altijd best wel ook gevaarlijk. Ik denk, maar ja, dan wil het adres natuurlijk net meewerken met net het boeken van zo'n kamer. Dat je denkt, ja, maar ik heb wel even in de Elbe-Philharmonie gelogeerd. Dus het is meer dan alleen maar, hè, bedoel, het gaat natuurlijk nou om wel een concertzaal. Maar gebruikelijk is het bij zo'n grote zaal, dat er ook nog sprake is van een kleinere zaal. Kamermuziek. Spreken we toch nou over een zaaltje, hè, zaaltje. Van dat 550 zitplaatsen. Een zaaltje. Maar goed, dat moet dan toch een zaaltje worden genoemd. Want we hebben tot nu toe een superlatief gesproken. Nouvel heeft vorige week echt de show gestolen. Die kon roepen dat een beetje stoere jongens onder elkaar. Mijn zaal een beetje uitpakken 3600. En met een beetje de normale beperking 24. Deze kent 2100. Maar dan toch nog gezegd naar 2100 zitplaatsen in zo'n zaal. Met overigens heel opvallend dezelfde standaard als vorige week in Parijs. En de standaard is ook hier geweest dat men zelfs in de uiterste zitplaats niet verder van het podium zat dan zit dan 32 meter. 32. Zelfde norm. Zelfde norm. Je zou zeggen, ook wel een beetje dezelfde zaal, maar het is eigenlijk een heel bijzonder fenomeen, hè, dat we niet kijken, want het wordt altijd in één Elbe-Philharmonie genoemd, maar het is inderdaad zo heel veel meer. Hè. Er zijn, dit is ook het bekende, vanzelfsprekende restaurant. Dat hotel heeft nu wel behoefte aan een lobby. Hè. Het hotel is niet alleen het verhaal van kamer, maar het is ook het verhaal van ontvangst en de mogelijkheid voor de hotelgasten om... Dus er is meer aan de hand dan alleen maar dat gebouw aan zich. Hè? Dit is muziek, musiceren. Het meest spannende is nu wel, je gooit je gooit een barrière op. Hè? Als je dan de parkeergarage niet onder de grond, ja, dan moet je wel zorgen dat die mensen die naar het concert willen, dat die een beetje conform de verwachtingen. Ja, je kunt ze toch niet met... Je kunt niet met een lift zomaar de lucht insturen en zeggen, nou, daar wacht dan het concert op. Ja, dat moet een beetje... een rode loper is natuurlijk niet het goede woord, maar je verwacht het wel een beetje. Dat er iets wordt uitgerold. Ja, er wordt wel iets uitgerold, maar dan in omgekeerde zin. In omgekeerde zin. Ik neem je even mee, we gaan even binnenkijken. We komen dus hier binnen. Dat is al een mogelijkheid. Je kunt natuurlijk net ook daar lekker in de rij staan als het een beetje tegen zit. En dan even er doorheen. Dan komen we bijna natuurlijk naar de kaartverkopers. Dus inherent aan zo'n structuur, die zit daar beneden. En dan heb je hem hier al. Dan heb je hem hier al. Ik weet niet of jullie liefhebbers van de roltrap zijn. Het kan zijn dat je denkt, een foei vervelend dat ding waar ik altijd net een beetje angstig op sta. Maar er zijn ook mensen die met genoegen ik denk het hoor, ik weet het niet zeker, maar je zou je kunnen voorstellen net verder dat er mensen zijn die de wereld rondreizen. Alleen maar om roltrappen Nou, dan komen ze hier komen ze aan hun trekken. Ja, welke roltrap is nu 82 meter lang? Ik bedoel, dat is toch wel, dat is een dingetje. En welke roltrap, dat is ook bijzonder deze,
Welke roltrap is lichtelijk gebogen? Lichtelijk gebogen. Niet heel erg extreem, het is niet echt net, maar hij is lichtelijk gebogen. Wat houdt dat in als je dus uitdenkt beneden uitdenkt, lichtelijk gebogen? Dat betekent dat je eigenlijk niet weet waar je uitkomt. Dat je uitdenkt het einde niet ziet. Want uitdenkt, ik roltrap bijvoorbeeld in Antwerpen, ik weet niet of je hem kent, die uitdenkt toegang geeft tot de tunnel. Uitdenkt, ik weet niet of je hem kent. Uitdenkt, ja, dat is toch wel een wat eindeloos verhaal. Waarbij je denkt, oh mijn god, uitdenkt, moet ik nog zo lang. Hier daarentegen, ja, het is wel eind, nou, niet eind, 82 meter. Maar het is wel, ik denk, spannend, ik denk, gedaan. Het is wel, ik denk, indrukwekkend, ik denk, ook nagedacht over, ik denk, zeg maar, ik denk, verwachte eindeloosheid. En daarbij, ik denk, omgekeerd, nu gaan we proberen die eindeloosheid toch tot een aantrekkelijkheid te maken. Het is overigens gezegd, niet de enige manier om in de Elbe-Philharmonie te komen. In getal, ik dacht dat er iets van 26 liften zijn er ook. Dus, ik denk, je kunt op allerlei manieren, kun je wel degelijk, ik denk, door het gebouw in verticale zin. Maar dit is wel een beetje, ik denk, in tune met, ik denk, zeker als je met z'n allen, ik denk, naar het concert gaat. Ik heb dan een mooie, als je met z'n allen naar het concert, is dat toch wel, hè? Dat is een beetje geroezemoes, je hoort het. Je staat niet meer in de rij, er is beweging komen in de rij, hè? En dan word je op deze wijze, word je uiteindelijk naar het heerlijk naar boven gebracht met al die anderen die ook in dat verwachting hebben van wat hun te wachten staat. Dat maakt het ook inderdaad, dat maakt het uiteindelijk, maakt het bijzonder. Nou ja, wat je te wachten staat in eerste instantie, nu al een feestje. Al is het wel een dingetje van de techniek, hè? De wijzer op die tube, hè? Die buis als het ware ook. Kijk, alleen al zeg maar de gebogenheid, dat bracht ook dat woord tube. Hè? Maar, en dan de wijze op, daar op een delicate wijze, met die glasschijfjes, dat verlichten, dat. Nou, ik zou zeggen, tada, nu zijn we klaar. Hè? Nu kunnen we zeg maar, het concert wel gaan meemaken. En weet je wat nou grappig is? Dat als je nou eenmaal boven bent gekomen, dan staat je daar de baksteen te wachten. Ja, dat is wel grappig. Hè? Dan heb je zeg maar, de oude bouw van wel leren. Ik moet nog even één ding misschien vertellen over die Speicher die daar stond, en die Keizerspeicher. Je zou de indruk krijgen door het verhaal wat ik vertel, dat wat nu dus de basis is voor het gebouw, dat een 19e-eeuws dingetje zou zijn. Maar dat is natuurlijk niet zo. Hè? Bombardement, Tweede Wereldoorlog, heb je ook wel gezien, heeft die oude Keizerspeicher met de grond gelijk gemaakt. Maar dus in 1963 is er een nieuwbouw voor in de plaats gekomen. Dus dat werd de basis voor dit. Maar dan ontmoet je boven eigenlijk de baksteen. Had je niet verwacht. Want je zou vermoeden dat als je via die toch wat futuristische slurf boven komt, dat al wat verleden tijd, en baksteen is bij ons heel duidelijk geassocieerd met voorbije tijd, wat het wel doet is meteen ook weer een zekere huiselijkheid. Of een beetje een vertrouwdheid brengen. Materiaal op je bodem, waarvan je roept, maar ja, dat is eigenlijk weer een stadse bodem. En dat is niet zo gek, want we komen hier op deze plek op de zogenaamde plaza. De plaza. Dus we hebben in eerste instantie niet je meteen toegang gegeven tot de concertruimte. Dat is ook, dat kan ook niet. Omdat juist die scheidslijn tussen beneden en boven, tussen oude Speicher en nieuw gebouw, die scheidslijn is ook natuurlijk naar de plek waar dan ineens nieuwe functies. Ik noemde al naar het hotel, ik noemde al de appartementen, ik noem al het restaurant. Dus daar een plaza onderbrengen tussen die twee in, dat lijkt logisch. Een soort verkeerscentrum, verdeelcentrum, roep maar rustig. Nou, dan merk je, we zijn eens boven aan het komen. Het eerste wat je nu al doet ter plekke is nu naar buiten koekeloeren. Hè? Ja, dat is meteen dat je denkt van ja, ben je die lange buis door? Dan heb je meteen al beloning voor de tocht die je net hebt gemaakt. Door dat je hier door het venster gekaderd dan zicht hebt op Hamburg. Hè. Dat is al net een mooi, mooi kijk, wauw. Ja, mensen kunnen het ook niet laten, zelfs bij dit weer, hè, dat je denkt van nou, foto's maken. Maar goed, zelfs met dit weer nog even een plaatje. Dan komen we zeg maar. Dan komen we op de plaza. En je merkt dat het woord pleinen toch van kracht wordt. Door niet alleen het materiaal, bakstenen, maar ook de wijze waarop. Dat is niet gewoon bot naar een vloer. Maar dat is even zeg maar de trappen beklimmen. En dan pas op die vloer komen. Dan pas op dat niveau komen. Waar dan de plaza. En dat is een mooi contrast, dat merk je ook. Daar denken ze ook in, dat hebben we net benoemd. Hè? Dus oud en nieuw, dat zet zich door. Hè? Wat we de hele tijd beschrijven als een uitgangspunt bij Herzog en de Meuron. Baksteen natuurlijk in al haar rechtheid. Ja, dan betijden we zeg maar, bekledend materiaal. Ik durf niet eens te roepen, betijden we kunststof. Hè? Die bogen die je daar ziet.
Maar ik denk hoe dan ook, alleen al vormelijk een tegenstelling, recht versus uitdenk gebogen, en ook in materiële zin een tegenstelling. Dus dat wordt niet de deur uitgewezen, maar dat blijft uitdenken binnen bepaald. En natuurlijk een plaza, hè? Zeg maar, dit is een plein. Hè? Hier kun je ook uitdenken, hier kun je afspreken. Hier kun je uitdenken ontmoeten. Hier kun je uitdenken, zeg maar, gewoon sowieso naar binnen. Dit is niet uitdenken, zeg maar, uitdenken, het domein wat alleen maar exclusief voor het concertgebruik te gebruiken is. Dus het heeft uitdenken datgene wat uitdenken de Eiffeltoren ook heeft. Als je de Eiffeltoren ziet, dat denk sommigen hebben uitdenken hoogtevrees en denken dat doe ik niet. Maar uitdenken, er is een diepe, diepe uitnodiging om toch eens uitdenken boven te willen zijn. Om eens uitdenken te kijken. En dit gebouw doet dat ook. Hè. Die biedt dat als een echte trekpleister. Dat je uitdenken, zeg maar, uitdenken op dit plein niet alleen uitdenken, zeg maar, een ontmoetingsplek. Maar dit plein geeft uitdenken toegang tot uitdenken de omgang. Ik laat het maar even uitdenken, laat het even zien. Je kunt dus uitdenken helemaal eromheen lopen. En dan loop je dus in de buitenlucht. Dan loop je uitdenken, zeg maar, uitdenken op het balkon of uitdenken dat. De toegang uitdenken tot uitdenken dat terras, dat is één. En hier, hè, dat zijn uitdenken de toegankelijkheden. Dan we lopen even naar buiten, doen we eventjes. Je ziet wel waarom dit gebouw, ik denk dat budgetair een beetje uit de klauw is gelopen. Ja, dat is hier, hè? Ik bedoel, dat krijg je als je met die jongens in zee gaat. Nogmaals, dus een lichte waarschuwing in de richting van diegene die het moet wel allemaal. En dan zeggen we, ze hebben groot gelijk, hè? Ze hebben echt groot gelijk. Want dat golfje natuurlijk alleen al, en dan in glas. En dan door dat golfje het water kunnen zien van, we begrijpen het. Maar anderzijds, het is ook wel, en dan is het niet zoals, het museum Mas, in Antwerpen. Want, Neutelings maakte ook gebruik van het golven van, glas. Maar dat zijn allemaal nog, zeg maar, cilindrische, meetbare zaken. Dit... Kijk, het is alsof de jongens op papier, het is alsof de jongens op papier even een krabbel hebben gezet. En die krabbel, vol hebben gehouden. Tegen, misschien alle argumenten in, om dat krabbeltje toch een beetje te structureren, zodat het, realiseerbaar is. En ook, alleen al dat ze aan tafel bij, dat zijn, maar we gaan geen rare tracering of zo. Het gaat gewoon, helemaal van glas worden. We gaan niet uitdenken, zeg maar, daartussenin iets aanbrengen wat nog, hè. Ik bedoel, het gaat helemaal van glas en het gaat volgens dat golfje. Nou, volgens mij moet je dan... We zijn natuurlijk met z'n tweeën. En ik denk dat uitdenken de kracht van hun ook is. En aan tafel zitten denken ze gewoon, het gaat gewoon... En het heeft natuurlijk... Ja, het brengt wel wat. Ik bedoel, daar hoef je verder niet over te twijfelen. Het heeft natuurlijk wel, dat is een grote aantrekking. Juist omdat... Ja, het dogma, hè, zeg maar, het vasthouden aan een bepaald principe wat je in het hele gebouw tegenkomt. Ja, dat is niet van hun. Hè. Je merkt wel dat ze juist en dat heerlijk ook denken in tegenstelling. Hè. Ordentelijkheid, een rationele insteek met of weer een wat irrationeel moment. En dan heb je dus, ja. Dus dat is wel selling point. Hè. Die Elbefilharmonie, sommige gebouwen die teleurstellen. Want dan sta je ervoor en denk, maar ik mag niet naar binnen. En dit gebouw daarentegen stelt niet teleur, want je hebt niet alleen de mogelijkheid om binnen, maar dat naar binnen gaan beloont ook nog, of wordt beloond, met de mogelijkheid om dus helemaal rondomheen te lopen. Hè. Dat zorgt dus voor, je merkt het, voor ook wel een fascinerende gewaarwording van iets wat dus niet echt lijkt te staan. Maar het lijkt alsof het ook op te tillen is. Het suggereert een zekere lichtheid. Dan moet je van mij aannemen dat het glas natuurlijk nou wel licht is, maar toch weer niet zo licht dat je... Hè, daar wordt wel ook constructief iets bijzonders. Nou, zijn we bij een keer weer terug en dan komen we bij de... Je ziet eigenlijk hoe die twee met elkaar verbonden. Hè? Want ook daarboven is een zichtbaar raster. En beneden is ook een nadrukkelijke raster. Hè? Al laat ik dat misschien niet zo makkelijk aanwijzen, maar al deze... Deze lichtopeningen zijn wel degelijk conform dat systeem van allemaal vierkanten. Dat zet zich bovendoor, dat zijn nog geen vierkanten, maar zijn rechthoeken. Maar die overeenkomstigheid zit ook weer de tegenstelling. Want daarboven dat glas, dat is een beetje gewolkt.
Dat is een beetje aan zich gewolkt. Dus uitdenken de wolken zelf zijn door hun weerspiegeling verantwoordelijk voor. Maar dit is een beetje gewolkt. En uitdenken, je ziet het wel, er is nogal een verschil en verscheidenheid in al die aparte wolkjes. Elke glasplaat is nog eens een keer voorzien van een individuele print. Om dit effect te bereiken. Dus je ziet al, het is al symmetrie versus asymmetrie. Het is al doorzichtigheid versus geslotenheid. Maar het is ook nog uniformiteit versus verscheidenheid. En al is dat misschien al voldoende, dan merk je ook dat in dat verhaal van die verscheidenheid zit er ook nog een aantal gekke dissonanten. Dat je, wat is dat nou weer? Had toch en de grootste dissonant, dat is deze. Dat is deze. Maar ja, die hebben we intussen net gezien, want daar stonden we net onder. Daar is die golvende glaspartij de scheidslijn tussen binnen en buiten. En je merkt nu, ook heel mooi zichtbaar, hè, dat je er daadwerkelijk omheen kunt lopen. Hè. Dat je het als een panoramische tocht kunt begrijpen, waarbij Hamburg in zijn totaliteit naar onder de loep kijkt. Wauw, hè. Ja, dat krijg je dan van. Hè. Eigen schuld, dikke bult, zou je bijna roepen. Als je zo'n mooi gebouw maakt, dan komen natuurlijk aan fotografen die weer de mooiste foto. En ja, ik weet niet of jullie fotograferen, maar het vervelende van zo'n gebouw als dit is dat elke keer weer heel mooi, maar weer anders. Dus nog maar eentje, nog maar eentje. Gelukkig zijn we dan digitaal, hè. Dan kunnen we 100 achter elkaar maken. Maar nee, het gaat natuurlijk om de weerspiegeling. Hè. Dat is de grote kwaliteit, maar omgekeerd net ook. Het biedt nu ook, een avondelijk uur biedt het ook mogelijkheden. Zo nu zichtbaar, dat is al één. Maar je kunt daar ook, hè, je kunt er natuurlijk ook mee spelen, hè, met het licht. En je kunt daar ook, iets mee, iets mee doen. Je merkt ook intussen, ik hoop dat het zichtbaar is. Dit is, zo'n print. Of beter, dit is geen print. Maar dat pixelverhaal daaromheen, dat is wel, geprint. Hè. Dus ja, in die zin, de vensters zelf zijn dus niet, die zijn gewoon recht, hè. Maar op het oog, zijn ze allemaal voorzien van zo'n circulair of zo'n organisch motief. Dat is de ene kant van het verhaal. Maar het is nog een andere kant van het verhaal, want niet alleen de print is van die vorm. Maar sommige glasplaten, die zijn ook daadwerkelijk van die vorm. Dus die hebben gedimensionaliseerde gedaante. En dan zijn er weer daartussenin zijn ook weer, dat merk je ook wel, die doen natuurlijk naar dienst als een balkon. Dan zijn, kijken we eigenlijk naar een balkonhekje. Per glasplaat, om even een getal te noemen, per glasplaat, de platen zelf kosten €20.000 per stuk. Per stuk. Dus dan kun je even gaan tellen. En als je dan bij elkaar optelt, dan kom je wel aan een bedragje. Hè? Dan kom je wel aan een bedragje. Dus alleen al dit, hè, dat willen, dat is streven naar die verscheidenheid. Dat heeft best wel, dat heeft best wel wat gedrukt op het budget. Hè? Dan heb ik het niet over de constructie. Maar je zegt dan, hè, bedoel, met z'n allen zeggen we dat ook. Maar dan heb je ook wat. Hè? Dan heb je wat. Kijk maar, dat blijft fascinerend. Ik denk dat hier een beetje zichtbaar wordt. Zie je dat wat die print betekent? Hè? Dat dus eigenlijk het woord print doet denken aan een bepaalde vorm of een bepaalde bedoeling. Ja, je merkt eigenlijk dat is alleen maar een soort sneeuwachtig verwoorden van het doorzicht. Van het doorkijken tot een iets minder doorkijken. Maar je ziet wel hoe dus de gewelfde vormen van het glas bij tijden weer ook nog een keer een echo krijgen dat in de geprinte gedaante. Dat ziet er. Zelfs wel voor een focus ook. Hè. Dat is ook een aantek dat je niet uniform, maar dat je een soort doorkijkje steeds hebt. Dat zet zich door. En soms kan dus zo'n balkon kan dus zo ook wel leuk, en dat ze dan de planken gebruiken, doet een beetje denken aan een scheepsdek. Hè. Dus dat blijft ook wel een beetje een associatie. Maar goed, zo kun je dus. Ja, ik weet niet wie dat is, maar. Het is nog geen tijd, hè? Neem ik aan, toch? Nee, hoop ik niet. Hè? Nee, dit is dus ja, ook duidelijk. Hè? We kijken hier naar de hotelkamers. Dat niet onaardig. Ook wel weer mooi, hè? Ook wel weer mooi. Maar goed. Nou, even weer terug naar het totaalbeeld. Even terug naar de ruimte waar het om draait. Hè? Het gaat nu om de concertzaal. Die valt op hele spannende wijze op verschillende manieren te bereiken.
En dan komt uitdenken met zo'n vorm hierboven uitdenken natuurlijk naar het organische omdoek. Maar naarmate we uitdenken vorderen. En voor alle duidelijkheid, dit is dus de plaza. Hè? Dit is de plaza. En dan begeven we ons uitdenken langzaam uitdenken naar boven. Naar uitdenken over meerdere foyers. Dus we kijken naar uitdenken. Uitdenken wel een grote ruimte waar iedereen bij elkaar komt. Maar er zijn uitdenken ook wel weer uitdenken plekken uitdenken van uitdenken verschillende buurten. Dan komen we uitdenken in een heel ander verhaal, vormelijk hè. Uitdenken is de organische gedaante van het gebouw zich uitdenken aan het inwisselen voor een zekere geometrie. Het woord deconstructivisme komt een beetje voorbij. Uitdenken, makkelijk uitdenken, altijd weer uitdenken te grijpen naar die beroemde uitdenken prenten maken uit de 18e eeuw, Piranesi. Een beetje dat effect van uitdenken avontuur en een beetje uitdenken verloren raken. Uitdenken hout is nu uitdenken naar een materiaal. Dan trappen we even naar boven en komen uitdenken op een hoger uitdenkniveau. En dan kom je, dat merk je wel, die zaal. Die heeft iets, ik denk, ja, hoe zeg je dat, iets al in zich, ik denk, iets organisch. Hè? Die ligt er als het ware een beetje in. Dat was vorige week in Parijs ook wel een beetje ik denk, het ding, dat Nouvel, ook zijn zaal er als het ware een beetje in hing. Een beetje in hing. En dan kun je wel, ik denk, vanuit de akoestiek perspectief kun je wel iets voorstellen. Hè? Want ik denk, we zijn hier, ik denk, toch hoe dan ook, ik denk, we zitten wel niet aan de periferiek. Maar ik denk, de haven van Hamburg is ook een soort periferiek, zou je roepen, uitdenken. En Alfaradel, ik denk, schepen. Ik denk, naar betijden wel, ik denk, de Queen Mary bijvoorbeeld. Die legt hier aan, een heel groot, ik denk, passagiersschip. En die heeft gewoon een gewoonte, ik denk, en ik weet niet of ze dat niet hebben kunnen afleren. Misschien heeft het ook wel een bedoeling. Maar die is gewoonte, ik denk, bij binnenkomst, ik denk, begrijp je ver, dan gaat even de scheeps, ik denk, toeter gaat even, ik denk, naar aan. Ja, en dan zul je maar naar Bach zitten. En dan zal het buiten maar even, uitdenk, de toeter van de boot. Dan ben je er helemaal uit. Hè? Dus daar zit een enorme drang, uitdenk, natuurlijk ook uitdenk, bij het ontwerp alleen al, om dat te voorkomen. Bij Nouvel hangt hij, uitdenk, zeg maar, ook daadwerkelijk in het gebouw. Hier hangt hij ook in het gebouw. Maar uitdenk, om nog een keer extra bij te dragen, uitdenk, zijn er... Ik heb daar helaas geen afbeelding van. Maar uitdenk, is het gebouw in, is de zaal ingepakt. In 350 veren kussens. Dan moet je niet een hoofdkussen van je bed bij voorstellen, voor alle duidelijkheid. Maar 350 kussens, die pakken het gebouw helemaal in. Dus die zijn bezig om eens een keer isolerend alle geluid, echt alle geluid van buiten, buiten de deur te houden. Want dat wil je gewoon niet. Dus we lopen even de zaal binnen, lopen even de trappen open, een spannende tocht die je maakt, de foyers. Ook duidelijk, daar laat ik die taal van het deconstructivisme wel makkelijk uitdenken noemen. Nou, ik wilde dit even laten zien. Ja, waarom doe ik dat? Nou ja, goed, vanwege... Ja, want je gelooft het gewoon niet. Je dacht, ach, wat zit hij nou uit zijn... Hè? Maar ja, als zo'n boot voorbij komt... Hè, en hier, is het concept... Dan moet je gewoon voorzorgsmaatregelen nemen. Dat is, onmiskenbaar. Ja, dan heb je hem weer. Toyota. Heb je hem weer, ja. Die zijn we vorige week, tegengekomen in Parijs. Daar was hij overigens net niet de enige consulent, hè, maar... Hij was nu ooit naam en faam aan het maken bij Frank Gehry. Bij mijn weten is dat eigenlijk het moment, hè, in dat Disney Concert Hall net in Los Angeles. Het moment dat Toyota zeg maar, op het toneel komt, heeft daar indrukwekkend werk gedaan. En dat roept iedereen nog steeds, die zaal van Gehry is echt perfect. Met een belangrijk verschil wel. Hè, van Gehry's zaal weten we door dat gebouw wat gekend te hebben, dat het eigenlijk een doos is. En dit is uiteindelijk weer, deze zaal is het wijngaardmodel. Dat betekent dat je hier dat ook weer hetzelfde als bij Herman Hetzberger. En zeg maar, dat het begin van het verhaal ligt misschien in Berlijn bij Hans Scharoen. En als je nou toch de Berliner Philharmoniker kent, dan is het niet alleen de organisatie van de zaal die een zekere overeenkomstigheid heeft, maar ik hoop dat je het gebouw naar voor oog kunt toveren. Je hebt de Elbe Philharmonie misschien wel geduid niet alleen als een aantal golfjes. Maar en daar ook in Berlijn lijkt het een beetje een soort circustent te zijn. Met naar beneden zakkend. Er zitten vormelijk ook wel overeenkomstigheden. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat mocht je thuis nog eens akoestisch naar kwaliteitsverbetering willen, dan zou je de stoute schoenen kunnen aantrekken. Dan zou je meneer Toyota kunnen, want die weet het. Die weet echt. Daar hoef je niet over te twijfelen. Die heeft nu een enorme reputatie. Maar je ziet ook wel als je in zijn ogen kijkt, als je hem aankijkt. Toch altijd ook weer twijfel. Hè? Dat je denkt van ja, maar goed, we hebben een bepaald volume, een bepaalde zaal. Die is niet identiek van Parijs, dus zijn weer verschillen. Wat dan doen? Dit is de zaal. En je merkt ten eerste al, hè,
Of je nou uitdenkend vorige week bij Nouvel binnenstapte, of uitdenkend bij Zaadit in China, uitdenkend rondkeek, uitdenkend, het is wel uitdenkend nu spannend en spectaculair organisch. Hè? Dat uitdenkend idee van de wijngaard, of sommige groepen uitdenkend, een beetje Dessa-achtige opbouw, hè? Dat laat zich hier wel heel mooi uitdenkend aanwijzen. Maar het is geen sinecure om met zo'n opzet van uitdenkend democratische gelijkelijkheid met z'n allen om het podium heen zittend, om dan akoestisch uitdenkend ook het juiste te bereiken. En dan heeft nu zeg maar, de man die dat doet altijd nog een tenslotte hulpmiddel. En dat is uitdenken, dat heet de bekleding. De bekleding. Ja, dat is een heel betekenisvol voor uitdenken. Kijk, je hebt de ruimte, dat is natuurlijk gewoon de wereld van uitdenken, het gebouw, de architectuur. Maar dan kun je altijd nog uitdenken zeg maar, met lappen stof of weet ik wat, net in de weer. Om nog eens te kijken of dat niet nog beter zou kunnen. Nou, en hier heeft uitdenken Toyota, heeft uitdenken, zeg maar, uitdenken, het summum bereikt. Dat zul je zo meteen zien. We lopen even de zaal binnen. Maar mooi om dat even zo te doen, hè. Ook wel mooi, hè? Ja, toch, hè? Zo, ik denk, iedereen vol verwachting. Ik denk, dat. Dus daarboven, ik denk, ja, dat heb ik al genoemd, naar 32 meter, dat is de afstand tot het podium. Hè? Ik vind zelf, maar ja, goed, dat is even uitdenken, de stoelen, die zijn wat grijs, hè, laten we zo zeggen. Ik denk, maar de zaal zelf, daartegen, dat is een heel spannend, uitdenken in zijn welving. Ja, ik denk, zoomen we even in. Ik denk, op, ik denk, het delen, ja, weer te veel foto's, hè, dat begrijp je wel. Kijk, en dan komen we dichterbij. Komen we dichterbij. En dan zijn die platen. Ja, en daarvan heb ik begrepen, maar ik geloof het niet. Maar goed, dan denk je dat ik praat ook na wat anderen denken, dan denken, genoteerd hebben uit de mond van. Hè. Maar denk, ik heb begrepen dat denken, dat niks te maken heeft met het gebouw. Nou, mij maak je dat niet wijs. Want denk, de vormen die we zien zijn natuurlijk net kleine Elbe-Philharmonie-vormpjes. Diezelfde golfjes die we uitdenken. Maar gezegd moet worden, denken wel, ze zijn allemaal, hou je vast. Het denk individueel gesneden, gefreesd. Het denk dat op grond van denk, de geluidservaring van meneer Toyota, heeft elke plaat denk, zijn eigen reliëfje. En elke plaat heeft denk, zo denk, wisselend zijn eigen dikte. Dat varieert denk, van 3 tot denk, 20 centimeter. 20 centimeter is iets groter nog. Hè? Moet je nu altijd wel rekening houden met als de plaat dikker wordt. Dan heeft dat denk ik, alleen al hè, materiaal wat dikker wordt, heeft natuurlijk wat betreft geluid, ja, dat heeft wel consequentie. Dus het is niet alleen het oppervlak, letterlijk de buitenkant, maar ook de dikte van het materiaal speelt daar nog denk ik, een rol. Dus zeg maar rustig, dit is dus ook weer verfijning, hè, zoals Herzog de Meuron denk ik, vanzelfsprekend verfijning aan de dag leggen. Dus de hele zaal is organisch, maar ja, je merkt, denk ik, dit heeft ook net een hele organische gedaan. Alleen, en dat maakt het, ik denk dat mooi en aantrekkelijk, dat het niet allemaal hetzelfde is. Het is geen behangetje uit denk ik, de winkel, maar het is specifiek denk ik, voor deze plek denk ik, ontwikkeld om denk ik, de goede... Hij heeft een maquette gemaakt van 5 bij 5 meter. 5 bij 5 meter, maquette. En dan heeft hij uiteindelijk heeft hij een volle zaal in die maquette. Dus 2100 poppetjes. En die heeft hij denk ik, net allemaal in een loden jasje gekleed. Ja, ook wel grappig. Ik denk, om een beetje, denk, kijk, om een beetje denk, net, de akoestische denk, net, weerklank te bereiken, die een lichaam gekleed en wel ook denk, produceert. Dus hij heeft denk, alles denk, een grote ervaring. Had het al bij de Disney Concert Hall had hij dat al gedaan. Hè? Maar hij doet het hier weer allemaal. Dus net een maquette en dan denk, in die maquette het publiek neerzetten. En dan dus denk, zeg maar, het geluid erop loslaten. En dan dus knutselen. Hè? Dat je denkt, van, nou, dit plaatje misschien denk, iets meer schuin. Dat plaatje iets meer relief. Ja, dat geldt dus ook voor, denk, daar is hij dan wel democratisch in. Dat geldt ook voor denk, de kleine zaal, want die heeft denk, dezelfde aantrekkelijkheid. Dat maakt dus, en als je dan denk, toch denkt dat, hè, ja. Ja, uiteindelijk beloond wilt worden, denk, dat boven op de Eiffeltoren, dan ga je gewoon dan ga je het dak. Maar zelfs dat dak, hè. Zelfs dat dak, hè, waar denk, niemand naar kijkt, wat niemand denk, in die zin ziet. Maar je zult er maar met een helikopter overheen vliegen en dan denk, tot de conclusie komen dat daar alles denk, losgelaten. Nee, zelfs dat dak heeft denk, dat een hele grote denk, aantrekkelijkheid. Nou, goed, denk, nog één ding wat dan natuurlijk te noemen was. Denk, dat, ik zei al, we begonnen met 70 denk, dat, miljoen van denk, de stad Hamburg. Denk, bij een project wat 241 was geschat. En denk, uiteindelijk denk, is het denk, uitgelopen op denk, 785 miljoen. Nee. Dus tot nu toe de duurste die we voorbij hebben zien komen, zou je kunnen zeggen. En daarvan was, denk, en dat was de grote schok, denk, toch 500 miljoen
was uitdenken dat voor de belastingbetaler. Dus dat was uitdenken, zeg maar, overheidsgeld wat daar... Goed, nou, dat is voor deze week, hè. Dus dan zien we elkaar... Hoor ik volgende week wel, ja. Ja, ik moet dan toch even denken naar het, want Mieke... We hebben nog één ding uitdenken te doen. En dat is niet nu, hè. Want uitdenken dat de tijd reikt ook niet helemaal meer uitdenken wat mij betreft. Uitdenken dat tot... ik moet weer andere dingen uitdenken. Maar een gedachte is deze. Uitdenken dat bedenk je uitdenken dat een puntje, hè, voor de Elbe Philharmonie. Ja. Maar bedenk uitdenken dat volgende week, want dan neem ik even de stand van zaken uitdenken. Bedenk je ook uitdenken welke van de 10, want volgende week hebben we natuurlijk nummer 10, hè. Denk welk van de 10 je het meest vond. Het meest lelijk, het meest verschrikkelijk. Het mooiste. Denk dat. Bedenk even welke je de mooiste vond. Kunnen we volgende week mee afsluiten. Ja. Wat was de functie van het gebouw in Madrid? Museum. Cultuurcentrum. Zo, Jos. Tot de volgende keer. Ja. Ver. Als je dat akoestische stuk ziet. Ja. Tot volgende week, Mieke. Zo, Johnny, jij houdt je daar vast. Ja, dan ga ik even hier staan. Ja, je hebt toch wat gebreken. Ja. Goed, ja, jij houdt je daar vast. Ik ga met de carnaval naar Hamburg. Oké, okay, dus leuk. Dat komt goed uit. Ja, dat komt goed uit. Ja. En ik vind het jammer dat u de vorige les niet het Louvre in Abu Dhabi vindt. Maar dat is geen muziekcentrum. Dat heb ik al aangegeven. Ja, dat is een museum. Ja, we zetten uit, denk ik, dat het muziekcentra, ja. Soms komt het van pas, maar het muziekcentrum blijft, ja. Zo, tot volgende week. Wij waren jaren geleden in Lübeck, naar een concert. En de klas, naast ons zaten mensen uit Hamburg. Ja. En zeiden heel veel mensen van Hamburg gaan helemaal liever naar de Elbe en allemaal naar Lübeck. Ja, meningsverschillen daarover. Ja, duidelijk. Ja. Zo kan het uitpakken, hè? Ja. Volgende week. Tot volgende week. Volgende week. Zo, tot volgende week. Nog eentje. Ja, nog eentje. Tot volgende week. Maar de bestaande onderbouw was al jaren oud, hè? Dat heb ik verteld, hè? Ja, nee, dat snap ik, maar dan vraag ik me af, de fundatie, dat soort dingen. Ja, allemaal in orde. Hebben ze er gewoon opgebouwd? Nee, natuurlijk niet, joh. Nee. Dat vind ik ook wel interessant. Nee. Nou, huiswerk. Ja. Doe het. Hè? Ja, zoek het op. De gebouw aan de binnenkant helemaal alleen maar de wanden laten staan. Zo'n parkeergarage, oh, dat is net. Zo, tot volgende week. Ja. Heb je al gedacht aan Field Neuf-Das? Nee. Vlakbij Leuven. Is dat de nieuwe stad? Waar het Kuifje Museum is. Of, ja. Okay. Van Christian de Potsdam Park. Ja, dat is ook wel aangedaan. Ik vind het niet zo... Moet ik weer tegen de stroom in durven te roeien, hè? Ja, dat is... Ja, niet alleen de highlights laten zien, maar ook... De vrouw is en maar. Weet je, dat is een beetje onze filosofie, dat we eigenlijk iets proberen te vinden waar men niet met openbaar voor naartoe gaat. Veel naar Dask is wel zo'n plek, ja. Maar kom je niet zo makkelijk. Ja, precies. Ja, met een bus kom je er wel. Ja.
ik zeg alvast goeiedag. Ja, ik moet de zaak afbreken. Dus ja, hey, tot volgende week. Hè. Hey, bye. De afsluiting van deze morgen. Ik zet de zaak uit. En we zien.